Irene Moors, ooit het stralende middelpunt van de Nederlandse televisiewereld, lijkt de glans van haar carrière te hebben verloren. De laatste jaren beperkt haar aanwezigheid zich tot loterijreclames, klaagzangen over juiste kanalen en fanatiek sjoelen op televisie. Telegraafverslaggever Jordi Versteegde deelt zijn teleurstelling in de podcast strikt privé, jeetje, Irene toch. Je was ooit mijn grote idool, maar er is zo weinig van over, terwijl ze volgens mij zoveel meer verdient. Het lijkt erop dat Irene Moors haar glans niet alleen op het scherm heeft verloren, maar ook in haar omgang met anderen. Geruchten over haar onbeschofte en gemeen gedrag deden de ronde, waarop ze types als Yvonne Koldewijer als een bedreiging voor de mediawereld bestempelde. In een opvallende wending heeft Irene zich gestort op het coachen van presentatoren. Haar bedrijf, toepasselijk genaamd We Want Moors, biedt cursussen aan voor een niet geringe prijs van 500 euro per dagdeel. Jan Juriët, journalist. Onthult echter dat zijn persoonlijke ervaring met Irene weinig rooskleurig was. Hij deelt een pijnlijke anekdote waarin Irene, ondanks haar belofte dat het boek van Carlo Bossart gesloten was, later beweerde dat alles wat Jan schreef niet waar was. Jan merkt op: Als jij les geeft over hoe mensen met media moeten omgaan, dan mag je zelf ook nog even een lesje volgen. Jan juriet heeft zijn geschil met Irene nooit bijgelegd en lijkt niet van plan dit te doen. Ze moet geen flauwe kul met mij uithalen. En dat heb ik overal duidelijk geroepen: gedraag je. Ik heb het niet verzonnen. Voor degenen die desondanks geïnteresseerd zijn, biedt Irene Moors individuele consulten aan, beginnend bij 350 euro. Het blijft echter de vraag of zij, gezien haar eigen omgang met kritiek, het geld en de tijd waard is.